Ik ben vandaag aan de keukentafel bij de Witte Zusters. En ik zit hier met drie stoere vrouwen aan tafel. Dat vind ik. En ik wil graag vragen of jullie even je eigen voorbeeld stellen. U bent zuster. Ik ben Willemien van Berkel. Geboren en getogen in Boksel. Oh, dus u bent een echte Bokselse? Ik ben een echte Bokselse, ja. En wie bent u? Ik ben Gerda Slaggekke en ik ben geboren in Rijssen, dat is Twente. Oké. Heel andere streek. Andere streek, ja. Heel andere en streek. Ik kom van Friesland. Ik ben geboren in Hekelendorpje, Westhem. En u bent zuster? Zuster Theresia Bratinga. Ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn. Want ik ben heel nieuwsgierig. Want jullie zijn de Witte Zusters. Zuster Gerda, kunt u vertellen, wat zijn nou de Witte Zusters? Wel, het is de roepnaam hier in de streek. Zij noemden ze ons de Witte Zusters omdat wij in het wit gekleed gingen. Officieel zijn wij missiezusters van onze lieve vrouw van Afrika. Okay. Maar de andere zusters gingen in zwart, bij ons, in mijn parochie ook. Maar witte zusters, die waren helemaal in het wit gekleed. En ook al omdat wij naar Afrika gingen, het was natuurlijk een tropisch gebied. Dus witte kleren waren heel praktisch. Okay. En we hebben alle soorten. Hè? Ja. Of nou Amerikaanse zijn, of dat ze nou uit Europa komen, of Afrika. We hebben steeds meer Afrikaanse jonge zusters. Dus nou heten wij, officieel heten wij missiezusters van onze lieve vrouw van Afrika. Okay. Maar hier in de buurt kennen ze ons als de witte zusters. Hè? Mm-hmm. Vooral vanuit S ook. Ja. Omdat we daar als moederhuis hadden. Ja. Ja, want zuster Wilhelmine, u heeft ook jaren in S gewoond, geloof ik, hè? Dat was het klooster, ja. Of hoe moet ik dat zien? Ja, S was eigenlijk wat je zou kunnen noemen als het moederhuis van de Witte Zusters in Nederland. Dat was als grote klooster Santa Monica. Oké, okay. Ja. Deze is toen gebouwd in de direct vlucht nadat de Witte Paters daar hun huis hebben gehad op Sint-Charles. Ja. Dat was dichtbij. En in Santa Monica is daar ook gebouwd. En het is in de loop van de jaren ons vormingshuis geworden. Oké. Okay. Noviciaat. Ja. Okay. En daarna, toen we dus veel zusters in de missie hadden en na een jaar of 10 en 8 jaar terugkwamen voor de vakantie naar Nederland, was dat er toch wel het opvanghuis waar de zusters terechtkwamen. Zuster Theresa, hoe oud was je toen u eigenlijk naar de missie? Ik ben naar Noord-Afrika vertrokken, toen was ik 20 jaar. Maar. En daar hadden we nog een internationaal jaar. Er kwamen jonge zusters vanuit Canada, vanuit Engeland, Duitsland en Spanje, België, Nederland. We waren zo'n 60 jonge zusters. En dan hadden we 1 jaar, dat was een internationaal jaar. En we zaten eigenlijk een beetje op voorbereiding om te vertrekken naar een ander gedeelte van Afrika. Maar toen zat u al in Afrika toen? Toen zat ik al in Afrika, ja. Want eigenlijk moest je vroeger 21 jaar zijn als je naar het buitenland ging. Dus mijn vader en moeder, de dag van de professie, die hebben dan moeten tekenen dat ze het mee eens waren, omdat ik nog niet meerderjarig was, om naar het buitenland te gaan. Zo jong, ja. Ja, nou ja, dat hebben ze dan toch gedaan natuurlijk. Ja. En toen ik vertrok naar de Congo was ik 21, maar ook al heel gauw 22, kan ik zeggen. Ja. En in de jaren dat u daar zat, leerde u dan ook meer de taal en de gebruiken van de mensen? Of wat was nou, dat voor jaren? Nou, in noviciaat in S, dan kregen we al een beetje Franse les. Maar ja, dat is eigenlijk maar weinig, want we hadden veel cursussen en moesten ook werken en zo. Maar een keer in Noord-Afrika, ja, toen kregen we toch een jonge Franse zuster. Die deed dan les met ons en die gaf ons les dan. En ja, conversatie probeerden we te doen, om toch te kunnen spreken. Maar ja, echt goed Frans spreken, dat was echt moeilijk hoor. Ja. Dat was moeilijk. Ja. We vonden elkaar, de Belgische zusters, Nederlandse zusters, als wij onder elkaar waren, dan probeerden we toch weer. Want het is al een beetje spanning zo in een land te komen waar je nooit geweest bent. En dan ineens ook altijd Frans spreken. Dat is moeilijk, dat is moeilijk, ja. De voertaal was al Frans in Noord-Afrika, hè. Mm.
En we kenden het eigenlijk nog niet zo goed. Hmm. Ja. Alle lezingen en alle onderricht kregen wij allemaal in het Frans. Ja, hè? Want dat was echt in wel... In Algiers was dat. Oké. Okay. In Algiers. Dan waren we echt internationaal, wat je zegt. Ja. Ja. Omdat onze congregatie toch eigenlijk in Frankrijk begonnen is, dat in die tijd dat wij intraden, was het nog echt Frans getint overal. Hè? Okay. Ja, zoals de Franse taal en zo. Franse gebruiken. Franse gebruiken met een kop, grote kop voor de koffie en al die dingen. Ja, dat weet ik ook nog. Dus, ik wist niet wat ik zag. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie vanuit het Frans... De Witte Zusters zijn eigenlijk vanuit het Frans ontstaan, zeg maar. In het eerste begin is in Frankrijk. Dus eigenlijk, dat wil zeggen... Onze stichter. Dat moet je even vertellen, anders begrijpt ze het niet. Onze stichter was kardinaal de Vigerie. Ja. Dat was een Franse bisschop. En die heeft op een gegeven moment heeft hij zelf aangenomen vanuit Frankrijk, vanuit Nancy, aartsbisschop te worden van Algiers, dat is Noord-Afrika. Ja, En toen hij daar eenmaal was, heeft hij de nood gezien van het volk daar, de weeskinderen van de cholera en alle problemen die er waren. Dat was het begin. Toen heeft hij de geroepen gevoeld om een sociëteit van de Witte Paters te beginnen. De Witte Paters. Die zijn begonnen. Dat zijn onze medestanders. Ja. Want hij had al een beetje het oog op misschien verder Afrika in te kunnen gaan. Het oog op verder Afrika. Ja. En van daaruit, de Witte Paters heeft hij al gauw gezien, toen ze daar eenmaal een beetje aan het werk waren, dat er ook echt wel vrouwen nodig waren voor zijn werk. Want Witte Paters die mochten niet bij de vrouwen. De moslims. En vooral voor de kinderen. De vrouwen en de kinderen. Ja. En die is toen aan het schrijven gegaan en naar Frankrijk weer terug. En zijn er dan toch wel, wilde hij wat meisjes proberen te krijgen die enthousiast kon maken. En uiteindelijk heeft hij er 8 Bretonse meisjes gevonden. Die dan wel op een goede dag met de boot ook inderdaad naar Algiers gingen, naar hem toe. Denkende, hier is nergens een congregatie, daar sluiten wij ons wel bij aan. Ja. Maar die komen daar aan en die zeiden... Waar zijn de zusters? Waar zijn ze? Waar zijn ze dan? Ja. Ja, daar zei hij toen onze kardinalen stichten. Dat zijn jullie zelf. Jullie beginnen. Jullie zelf. Hoe lang is dat geleden? 1869. 68, de paarders hebben 69. 1869. Zo zijn wij begonnen. En dat is vanuit, in die zin, vanuit Frankrijk eigenlijk, dus overgeplaatst naar Afrika. Ik kan me voorstellen, toen jullie daar naartoe gingen, als jong meisje, dat er nog niks bekend was of zo van die landen als Afrika. Nee, was, heel weinig. Weinig van bekend. We hebben toen het in de jaren dat ik dat zelf mijn roeping tot ik vind het een mooi woord, tot rijpheid is gekomen, want dat gaat ook niet ineens. Dat wel de missielectuur die er toen was, daar hebben we even gebruik van gemaakt. Er waren missiefilms. Waar ik naartoe ging, dat was in de dorpen, in een café, werd een missiefilm gedraaid. Ja. Ging graag naartoe. De fancy fairs werden wel eens gehouden. Er kwamen wel eens witte paters terug. Er kwam een keer een witte pater terug en je liet zien dat je door een leeuw gebeten was. Oh. Dat weet ik nu nog zo goed, dat je in je arm mouwen afstroopte. Heel indrukwekkend. Ja, indruk, hè. Ja, en het is zoetjes aan gerijpt en wij... Ik vind ook dat mijn ouders, dat die ook zo'n groot aandeel daarin gehad hebben, toch? Zeker. De grote instelling van mijn ouders. De tijd van toen was ook na de oorlog en zo was, en de boerderij hier in Boksel, was allemaal ook niet zo grootkleurig en breed, hoor. Die hadden ook, moesten ook struggelen om rond te komen met alles. Ja. En voor mij was het echt zo van, ik wil naar Afrika, maar voor de was het een sprong in het duister. Ja. Sprong in een beetje avontuurlijk. Ja. Maar die gelovige inzet van mijn ouders heeft mij geholpen om daardoor ook door te kunnen gaan. Ja. Dat zit allemaal in elkaar. Het is niet iets wat ineens daar is. Het is opgebouwd en gevoed door een jarenlange inzet van ouders en hun houding. Zonder heel veel woorden. Geen gepreek, helemaal niet,
maar gewoon hun doen en laten van iedere dag. Ik denk, ja, je roeping heeft, ja, alles te maken met je vorming van kind af aan. Ja. De eerste jaren in een huisgezin, dat is echt waar. De ouders leefden ook vanuit het geloof. Dat betekende iets, heel veel zelfs. Hm. En toen mijn zus wegging naar Heerlen, naar de congregatie, dat was ook een heel eind. En toen ik naar Boksdrift, zei mijn moeder, waarom ga je nou niet naar Heerlen? En toen ging mijn zus naar de rand, die werd uitgekozen om in Indonesië. Waarom kun jij nou niet meer naar Indonesië? Nou dacht ik dat jij nog in Nederland blijft. Maar dat is goed. Jongelui vliegen nou ook. Ja, nou is de wereld anders. Ja, maar het is toch een roeping. Ja. Een roeping. Ja. Je wordt geraakt door God. En de mensen ervaren dat ook ergens. Waarom waren wij zo geaccepteerd? Ja. Ik heb nooit moeite gehad om te voelen, ik ben een Nederlander of ik ben een blanke. Dan noemden ze ons hier witte zusjes, maar de mensen waren helemaal gewend. Het is allemaal veranderd. Maar de ouders hebben nooit erop aangedrongen. Hè? Dat is helemaal vrijwillig. Nooit een keer. Hè? Ze hadden liever dat wij vlakbij hen bleven. Dat is wel. Dat is wel een keer smaak. Maar jullie waren er heel veel die geroepen zijn. Hè? De tweelingzus, ze had ook nog een broer. Ja, een broer. Zo. Ja. Van hoeveel kinderen hadden jullie? Zeven. Nou, er zijn er veel het klooster ingegaan dan. Ja. Ja. Vier stuks. Vier. Ja, dat is veel. Voor de ouders betekent dat ontzettend veel. Ja. En jullie waren de eerste meisjes ook nog. Ja. Dat is ook nog iets. Ja. Hè? Want de eerste dochter wil je toch ook. Ja. Was het een vrije keus om bij de witte zusters te gaan? Of? Zeker, voor mij was het een vrije keus. Voor mij gold het, ik wil naar Afrika. Oké. Okay. Zuster zat er niet in bij mij. Wij woonden naast de zusters thuis. Ik ben uit een hele protestantse omgeving. Zwaar protestant, SGP'ers. Echt. Dus we waren een klein groepje katholieken. Dat was heel bijzonder. Katholiek zijn voor ons. Echt waar. Ik voelde me altijd... daar voelde ik me heel goed bij. Wij hadden een boekje thuis. Het boekje van... De Kleine Apostel. Van de blauwe boekje van onze witte zusters. Want ik had een nichtje in de congregatie. Okay. En wij hadden het boekje. En in dat boekje stonden de verhalen van Afrika. En ik denk, zuster, nee hoor. Ik wil naar Afrika. Ik ga die mensen helpen. En toen ik naar de rand op Costco, want ik ben eerst nog op Costco geweest. Toen er waren de zusters die in het Jappenkamp gezeten hadden. En dat heeft me zo getroffen en heel gek, dat was India of het was Indonesië. Maar ik dacht, nee, er is iets, nou ja, ik weet niet of je getrouwd bent of niet, maar zo is het net als mensen die waarom heb je die aantrekking voor deze jongen of deze man? Ik voelde me aangetrokken naar Afrika. Ja, mooi. En ik denk, ik ga naar Afrika. En toen heb ik natuurlijk advies gevraagd. En toen zei onze kaplaan, dat was geen pastoor, was nog een jonge kaplaan. Die zei, ik heb een boekje met allemaal ouders en congregaties. Kun je uitzoeken als je wil. En ik zat te kijken naar wie zit er in Afrika natuurlijk. Ja. En ik wist het wel van de witte zusters. Maar toen zegt hij, die zijn zo streng. Want jullie zijn alle drie in Afrika geweest. En ik zou zo graag willen weten van hoe het daar was. Want u bent in de Congo geweest. Ja. Als jong meisje. Hoe lang bent u daar geweest? Ik ben 48 jaar in de Congo werkzaam geweest. Oh, ja. 48 jaar. 48 jaar, ja. Dus toen u thuis kwam, was u eigenlijk 68, 69? Ja, maar we hadden wel vakantie. Toen we weggingen vanuit noviciaat na onze eerste gelofte, gingen we naar Noord-Afrika een jaar. En toen we weggingen, toen zeiden ze tegen mijn vader en moeder, over 10 jaar, dan komt ze terug met vakantie. Tien jaar. Dat was dan toch een beetje troost voor de ouders. Want onze eerste zusters gingen weg voor altijd. Kwamen nooit meer terug. Maar toen wij weggingen, toen was het 10 jaar. Dus dat was toch wel een beetje troost voor hen. Oh, hè? Dus het is natuurlijk een moeilijk afscheid voor de ouders. Maar jezelf was jong. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik was vol enthousiasme om naar Afrika te vertrekken. Ja. En begrijp pas naderhand eigenlijk dat de grootste offer dat eigenlijk de ouders zijn. Dat die dat doen. Hè? Want, om een kind zo Af te geven. Voor de... ja, ja. En
natuurlijk. En ja, ouders waren nog tamelijk jong. Mijn moeder was ik, denk ik. Toen ik in het klooster ging, 40, 41, zoiets. Ja, ja 42, denk ik, ja. Ik had vooral vanuit de boekjes van de Heilige Kindsheid. Die had je vroeger, de kleine apostel. Mm-hmm. En daar stonden allemaal verhalen in van missionarissen. Van China, van Brazilië. Ja, ja. Dus ik wist absoluut niet naar welk land. Maar ik kreeg wel dat idee, ik wil dat ook. Ik wil daar ook naartoe om de mensen daar te helpen. Om bij hen te zijn. Oh. En toen bent u vertrokken voor 10 jaar. Voor 10 jaar, ja. En het eerste contact was een brief natuurlijk, dat u met uw ouders zat. Want ja, ja. Nou, er was geen telefoon. Nee, er was geen telefoon. Er staan mobieltjes en internet. 2 maanden moeten wachten voordat ik de eerste brief kreeg. Mijn ouders die wisten dat ook niet. Die hadden gewoon met de luchtpost, niet luchtpost, maar met een... De gewone post. Gewone post gestuurd. Dus was met de boot gegaan, dus 2 maanden. En ik krijg maar geen post en ik zelf... Ze waren van die luchtpostbladen. Ze hadden wel de mijne gekregen, maar ik kreeg niks. Nee. En toen heb ik geschreven naar huis. Jullie moeten ook naar de post gaan en van die luchtpostbladen kopen. Dan gaat het wat vlugger. Dan komt het met vliegtuig. Maar de boot duurt het veel te lang. En u heeft daar jaren gezeten op diezelfde plek waar u toen benoemd bent? Of bent u... Helemaal in de Broes kun je zeggen. Daar hadden we een kweekschool voor opleiding voor meisjes als onderwijzeres. Maar die kwamen ook vanuit kleine dorpen vandaan, dus het was een internaat. Oké. En ik werd meteen benoemd eigenlijk om een beetje die moeder te zijn van die meisjes daar. En ook zorgen voor de keuken natuurlijk, ze moesten eten hebben. En ik gaf knip, naai en kookles aan de hoogste klasse, ja. En later werd ik iedere zondag uitgezonden met chef Tens. Is dat goed, chef Tens? Is dat Nederlands? De leidsters. In de omliggende dorpen, 5 kilometer, 6 kilometer, zondags, om daar de bijeenkomst te doen met de kinderen daar. Ja. Je voelde je zo vrij in Afrika. Hier. Ja. In het klooster, terwijl daar, je mocht de dorpen, je mocht voor de jeugdbeweging. Ja. Ja. En ging met die jonge meisjes, ik was zelf ook jong, weet je, daar mee bal, volleybal en ik weet niet allemaal. Je was de jongste daar. Ja, ik had een paar leerlingen, die waren ouder dan ik. School, ja. Dus ik heb er heerlijke jaren gehad. Totdat de moeilijkheden kwamen van de oorlog. Toen die onafhankelijkheid kwam in de jaren 1960. Nou, toen was het toch niet zo... Je kon er niet trots op zijn dat je Europeaan was. Ze lieten alles zien in toneelstukken wat ze geleden hadden van de Europeanen. Ja. Van Belgen, kun je zeggen. Ja. In 1964, ze hebben hele moeilijke jaren gehad. Toen kwamen die rebellen. De Mulele, toen zijn er ontzettend veel mensen. Hoe heette die rebellen? Dat waren rebellen. De mensen, jongeren die ontevreden waren. En eigenlijk zich georganiseerd had. En die tegen alles wat elite was. Dus er werden heel veel mensen vermoord. Maar ook missionarissen. Er zijn toen 113 missionarissen vermoord geweest. Zowel paters, broeders en zusters. Zoveel, We hebben ook een paar rijtjes staan dat soms met hakmessen voor ons. Om ons te doden. Vlees van de blanken is lekker te eten met rijst, werd er gezegd. Het zijn hele moeilijke situaties geweest, een spannende tijd, echt waar. Daar heb ik wel tijd voor nodig gehad om te herstellen. Nou, kan me voorstellen. Dat is, maar ik ben nooit naar Nederland gegaan. Ik ben daar gebleven, enkelen die het niet meer aankonden, die gingen vertrekken naar België. De meeste waren Belgische zusters dan, omdat ze te veel gechoqueerd waren, kunnen we zeggen. Die konden het niet zo goed meer aan. Ja. We hebben kunnen vluchten met de leerlingen, want de leerlingen die konden ook niet naar huis. We hadden zo'n 30 leerlingen, die kwamen van verre, van Lubumbashi en van Kalemi, en die konden niet weg. Dus we moesten die meisjes beschermen tegen de soldaten, dat was heel moeilijk. En zo gauw we bevrijd waren, zijn we te voet gegaan, 50 kilometer... naar een plaats waar het veiliger was bij de Afrikaanse zusters in de bergen. Ook wel knap dat u toch gebleven bent. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al die kracht gevonden heb. Ja, dat zeggen ze nog niet veel meer, maar in mijn geloof eigenlijk. Ja. Het is echt, ik voelde mij geroepen, kun je zeggen, door de Heer, zoals we dat zeggen. Mm-hmm. En ook toen ik vertrok, ik wist dat ik nooit alleen was. En ik heb toch altijd op vertrouwd kracht gevonden. Mm-hmm. En ik dacht, hij heeft mij geroepen en eigenlijk moet je je overgeven. Want anders leef je echt krampachtig. Gespannen. Ik zeg, ik heb mijn leven gegeven. Maar dat vroegen ze ons toch. Zelfs bereid zijn je leven te geven als missionaris. En ik dacht, gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan sliep ik toch
toch nog weer rustig in. Gek dat je toch de kracht krijgt. Ja, dan krijg je toch de kracht. Ja, hè? Ja. Maar je kunt niet zeggen, je kunt de zenuwen niet baas. Ik was geen heldin als er moeilijkheden waren. Hè? Ze hebben me één keer moeten tegenhouden. Want ik zeg, ik ga de broes in, net als de mensen. Hè? En toen zeiden ze, we moeten bij elkaar blijven. Dus ze hebben me vastgehouden. Ik was de jongste van de hele groepen. Hè? Maar ja, ze moeten bij elkaar blijven. We moeten niet gaan vluchten in de broes. Dat zeggen, nou, dat heb ik dan ook niet gedaan. Maar enfin, we zijn er doorheen gekomen. Ja. Als door een wonder kun je zeggen dat wij gered zijn. Ja. 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 Zuster Wilhelmine, u bent ook weggegaan. U bent naar Tanzania gegaan, begreep ik? Ik ben uiteindelijk ook naar Tanzania gegaan. Maar dat ben dus in 53 ingetreden. En ben in 67 eigenlijk pas naar Tanzania kunnen vertrekken. Okay. Maar ik ben wel van tevoren 3 jaar in Noord-Afrika geweest. Toen wij ons internationaal jaar daar hadden, wat Tweeja net verteld heeft. Toen ben ik daarna 2 jaar gebleven. Heb ik daar benoeming gekregen voor 2 jaar. Het is eigenlijk Marokko waar u was dan? Ja, Algiers. Algiers. Oh ja, Algiers. Ja. Ben ik 2 jaar heb ik daar gewerkt. En wat Arabisch geleerd met de werklui, waar ik gewoon ook heel graag deed. We hadden 150 werklui in dienst. Dat zijn eigenlijk allemaal moslims daar, ja, hè? Ja, dat waren allemaal moslims. Hoe was het dan voor u om daartussen te zitten? Keken die dan toch niet wat scheef naar jullie van... Daar heb ik absoluut geen enkele moeite mee gehad. We gingen daar zo makkelijk mee om en zij gingen zo gemakkelijk met ons om. De zusters, daar was alles voor die vrouwen en wij konden in, dat noemden wij bidonville. Dorpjes van, die gemaakt zijn van die ijzeren bussen, waar ze vroeger wat de olie in gedaan werd. Die werd de een en de ander uit elkaar gehaald, platgeslagen. Juist. En dat werd zo opgebouwd en daar woonden heel veel mensen in. Ach. Daar in Algiers, in die streek waar wij waren. Ja, heel armoedig. In een klein dorpje, heel armoedig. Die vrouwen die waren zo blij als de zusters kwamen. Wat ik zei in het begin, dat de paters merkten dat die konden niet bij de vrouw binnenkomen, maar wij mochten wel. Wij hadden helemaal niet de bedoeling om over geloof te praten. We waren gewoon geïnteresseerd in hun leven, in hun zorgen, in hun moeilijkheden, in hun als de kindjes zo doodgingen of ziek waren of overleden. Ja, en jullie waren natuurlijk, en jullie waren ook vrouwen natuurlijk. Ja. En daar waren hun al heel blij mee. Dat ze gewoon zuster ook. De mannen konden het niet. Nee. Vrouwen moesten vrouwen helpen en meisjes helpen. En die veranderden het gezin. En dan de hele maatschappij werd vernieuwd door de vrouwen. Ja. Maar als je nou denkt voor nu, daarom vraag je dat ook, Josephine. Hè? Het moslims had niet eens. Je wist niet eens dat je anders was. Je was broer en zus samen. Ja. Dat was niet die strijd. Heb ik ook niet gekend in Tanzania. We hadden hele goede relaties. Lekker. Waar je ook was. Ja. Was het op de markt of was het in de kerk. Of feesten deden we samen. Wij hadden net zo goed broeders en andere mensen onder de moslims. Ik kan me voorstellen dat die mannen jullie toch wel een beetje als een bedreiging zagen. Want die hielden natuurlijk toch die vrouwen een beetje klein. Denk ik dan, hè? Die en vrouwen dan... werden inderdaad, die vrouwen werden eigen vrouwenleven was hard. Ja, dat mag niet gerust zijn. Ja. Dat is zeker waar. Ja. En daarom waren ze zo blij dat wij kwamen. En dan konden ze een keer hun verhaal kwijt. Hun echte verhaal. En dan zaten de mannen daar ook niet bij. Die bleven wel ergens staan, drinken of zo. Die lieten ons dan ook heel vrij met die vrouwen omgaan. Die waren blij dat wij kwamen. Ja, want lucht het ook natuurlijk op voor die vrouwen als ze hun verhaal eens kwijt konden aan jullie. Ja. Waardoor dat ze nou misschien wel weer een gezelliger, een leukere vrouw thuis hadden. Hè? Ja. Als ze de verhaal mannen kwijt kunnen. Meer dan één vrouw. Ja, ook nog heel veel. Oh, oké. Okay. Meer hadden. Dan mag je hem in de islam. Ja, dat is ook. Ja. En ze mochten ook niet alleen de straat door. Er was altijd een jongetje die vrouw vergezelde als ze boodschappen moesten doen. Ja. Vrouwen mochten niet alleen op straat. Nee. Maar jij werkte met hun, maar wij gingen ook altijd, heel vaak als we mensen gingen opzoeken, gingen we ook niet alleen. We waren ze helemaal gewend dat we altijd met z'n tweeën waren. Dat was zo. En dat was vroeger gewoon zo. Ja. Ook voor de veiligheid. Huisbezoek. Oké. Okay. Het eerste jaar in de missie ook, vind ik. Ja. Huisbezoek, heel belangrijk. Mm. Maar ja, dan leer je ook natuurlijk de gewone mens kennen, hè? Achter de voordeur, om het zo maar te zeggen. Hè? Ja, dat is echt waar. Ja. En toen, bent u toen... Nou, van daaruit ben ik dus bij elkaar 3 jaar geweest. Toen kreeg ik de benoeming om naar Engeland te gaan.
En ja, er is daar een beetje met mijn gezondheid wat tegengelopen. Ben ik daar eigenlijk ziek geworden en toen moest ik terug naar Nederland. Zo, dat was een grote teleurstelling. Ja, dat zal wel. En ondertussen was mijn tweelingzus drie jaar na mij ingetreden, ook in S. Wat leuk zeg. En die had ik nog nooit gezien, die hadden wij. Die ontmoetten we toen samen in. Ja. Zij was op weg naar Algiers en ik moest terug van Algiers naar Marseille. We kwamen elkaar in Marseille tegen, heb ik haar s'avonds op de boot gezet naar Algiers en ik moest de volgende terug morgen Nederland. Met de boot naar trein. Oh, dat zijn toch ook veel emoties geweest. Ja, heel veel. Ontmoeten, loslaten, ontmoeten. Ik kan dit niet verzwijgen, want het is gewoon heel erg. Oh, en dan een tweelingzusje, dat is toch... Helemaal, die hebben wij zo hecht, hè? Zo, mijn tweelingzus is toen inderdaad... heeft toen ook de benoeming gekregen voor het binnenlanden van Afrika, voor Tanzania. En ik was in Engeland. En ik was terug naar Nederland, omdat ik ziek was. Toen ben ik 6 jaar in Nederland gebleven. Och... En ondertussen zoeken ze wel wat werk voor je, hè, wat een en ander. En ja, op een gegeven moment dacht ik, ik zal eens eventjes mijn eigen kenbaar maken dat ik hier ook nog zit. We wilden niet liever dan naar Afrika, hè? Ik wilde ook naar Afrika. Daar kwamen we voor. Ja, in 67 ben ik dus vertrokken naar Tanzania. En heeft mijn tweelingzus daar vliegveld mee afgehaald. Ach, dat was ook wel weer... ja. Het heeft wel geduurd. Het heeft veel geduurd voordat je in Tanzania was. Maar ja, Toen ben ik daar nog bij elkaar 25 jaar geweest. Met uw zusje? Nee, niet op dezelfde. We zijn nooit eigenlijk op dezelfde plek geweest. Wel elkaar wel eens ontmoet voor een retraite of zo. En ook op later, het leefde vader nog, mochten we hebben proberen te plannen dat we voor de vakantie samen terugkwamen. Oh, dat is wel leuk. Zo, we zijn wel 2-3 keer in Nederland geweest. Waar zat u precies? Ik zat in Tanzania, maar we zijn nooit samen geweest. Maar Tanzania is 24 keer Nederland. Ja, daarom sta je op die bestel. Kun je niet begrijpen. En ik heb op 4 verschillende posten gezeten en heel veel verschillend werk. Maar na 8 jaar, dat was de eerste keer dus, dat ik terugkwam naar huis. En toen, ik was natuurlijk druk geweest in de jeugdbeweging. De hele jeugd die stond er en mijn ouders waren echt zo trots dat je terugkwam en je in de kerk was hartstikke vol, die luisterde naar de verhalen die je meebracht. En ik had een zus die in Indonesië gewerkt heeft, die zat in een andere congregatie. Mijn moeder vond wel heel erg dat ik daar niet naartoe ging, maar ik zeg nee, ik ga naar Afrika. Dus, en toen mochten we samen naar huis. En dat was wel net als jij jouw tweelingzus hebt, hè. Dat was wel voor mijn ouders, vooral als ik er nou aan denk. Ik denk, toen waren ze nog... betrekkelijk jong, hè? Een jaar of mijn vader was toch wel 70 ook wel, moeder bijna ook, maar toen waren ze nog vitaal genoeg om daarvan te genieten en dankbaar te zijn dat je dat mocht. Ja, missionarissen in die dagen, we hadden ook die raptim die ons echt voor de missionarissen een vliegtuig vol, alleen maar missionarissen, ik zal het niet vergeten. Goh. En wat je zegt op die trap, daar stond je dan. En je had nog een helm op en dan hadden ze allemaal de naam hier geschreven van de familie. Dat was het toch niet zo vergeten. Ja, mijn broers hebben natuurlijk gekheid van gemaakt. Ja. Maar dat was echt heel uitzonderlijk ergens. Mm. Dat je zo lang wegging. Ja. Zuster Gerda, wat ik ook zit te denken, dan hoor ik net zo die verhalen vanuit de Congo. Was dat bij jullie ook zo heftig? Of hebben jullie... Tanzania was heel vredig, hè? Toch wel? Heel vredig. De Tanzanianen die hielden van om te zeggen, wij zijn arm, we hebben niks, maar we hebben vrede. Ja, en dat was ook. Er zijn geen grondstoffen bij ons. Het probleem is dat Congo zo'n goede grondstoffen heeft. Okay. En tot aan vandaag. Tanzania, we hebben het goede is, wij hadden Nyerere, onze president, en die heeft... Wat je ook deed, of je nou in de verpleging was, of dat je nou in het onderwijs zat, waar je werkte, alle stammen waren gelijk. 120 stammen hadden wij in Tanzania. En Nyerere had alles verdeeld over het hele land. Als ik een Msukuma ben, ik zeg nog maar iets, dan werk ik met een Munyambezi. Dat is een stam? Dat zijn de verschillende stammen. Okay. Want eigenlijk, dat is het moeilijke. De stammen, dat merk je nou toch ook in Afghanistan en nou in Syrië precies hetzelfde. Op de stammen, dat je elkaar op gelijke voet benadert en dat je vriendschap sluit met iedereen. Dat gold toch ook voor ons. Ja. En dat had je in de scholen en dat had je in de ziekenhuizen. Ik was in de scholen, hè,
Mm-hmm. Ik ging als onderwijzeres, maar naderhand ben ik pastoraal werker geworden. Hè? Ja. Een kleine pastoor. Ja, ja, een kleine pastoor. Ja, dus, ja, prachtig. Ja. Ja. Prachtig. Als je weet waar pastoor is, maar in elk geval... Om te zeggen dat Nyerere heeft toen... Die was een hele goede president... die ook echt het welzijn van het volk op het oog had in het begin. Hè. De voertaal, dat de voertaal het Swahili werd. Ja, het was okay. Een Swahili. Ja, dat hoor je nou wel eens meer. Ja, om al die 150 stammen toch een beetje met elkaar te verenigen. Dat is dus een heel groot ding geweest. Want toen wij in die tijd dat ik dan in Tanzania aankwam, was mijn eerste werk is geweest met de vrouwen Swahili leren. Ja, van het land. En dat is dan hun eigen taal dan? Ze kennen hun eigen stamtaal. Och, dus die hadden allemaal verschillen. Er kwam de radio wat in, er werden speeches gehouden, hij ging mensen opzoeken in het dorp en dat was allemaal in Swahili. En dan de vrouw zei, wij gaan er niet naartoe, want we snappen er toch niks van. Het eerste werk was de kinderen naar scholen, tot een uur of vier, en dan of drie, vier. En dan kwamen ze thuis en dan moest mama... Je moest naar een gebouw ergens waar de vrouwen bij elkaar kwamen. En dan deden wij met de mensen van de leiders van het dorp. Die kwamen ook om al die vrouwen op te vangen en ze Swahili te leren. En is dat nou ook gelukt? Als het nou Tanzania, is het nou ook over het algemeen één taal? Over het algemeen is dat denk ik wel een heel stuk. Ja. Het is natuurlijk ook een dialect erbij. Hè? Wij moesten zelf ook leren. Wij moesten Swahili ook leren. Net zo goed. Het was voor ons ook een moeilijke taal. Goede leerschool. Om met die vrouwen mee te doen. Zeg eens maar. Una penda nini, mama. Una penda nini. Ome tokawapi. Tukohapa tunase wumzapa moja. Is dit wel goed of is dit wat jullie doen? Ana fahamu vile vile. Ja, ik zeg maar, kom je vandaan en waar hou je nou van? En wat ben je aan het doen? Ik hoor wel een beetje Frans iets ertussen, of niet? Nou, Dresja kent meer Frans. Wij hadden Engels sprekend. Maar met de congregatie kennen wij allebei de talen. Wat van onze jonge mensen ook verwacht. Ja, is ook. Engels en Frans. Wij zijn 6 maanden eerst in cursus geweest toen we in Tanzania aankwamen om Swahili te leren. Ja, en de gebruiken van het land en de cultuur en alles. Is natuurlijk ook wel mooi, want zo'n taal verbindt ook mensen met elkaar, hè? Toch? Ja. Het is moeilijk hoor, maar het is wel belangrijk. Ja, echt waar. Maar dat was in die tijd, toen ik begon, bestonden die sessies niet. Nee. Jullie gingen naar Kibbalang. Ja, ik was net begonnen in mijn tijd. Ja, ik heb ook nooit geen sessie gevolgd. Dat was later begonnen, die taal. En het gebruiken van de taal. Dus later, ik was meteen de volgende dag eigenlijk al in een soort naaischool. Dus ik heb het eigenlijk al werkende geleerd. Ja. Terwijl nu op het ogenblik, dan krijgen ze echt ook... 6 maanden is een beetje lang, maar zoiets van 3 maanden kregen ze om de taal te leren. Ja. Want wat staat de hoofdtaal nou nog? Dan, De Congo is groter, hè? Die is 56 keer Nederlands. En er zijn 4 hoofdtalen. Oké. Okay. Waaronder ook Swahili. Oh. En ik ben altijd in de streek geweest waar Swahili... Het spreken is bijna hetzelfde, alleen het schrijven is verschillend eigenlijk. Ja. Dus u begreep net wat ze zei. Ja, natuurlijk. Maar hun eigen Swahili, dan zeggen wij Congo-Swahili is dat. Ja, wij zeggen Swahili Angambo. Dat is aan de andere kant van het Tanganyika meer. Daar lag Tanzania en wij zaten aan de andere kant. En, Nou begrijp ik, er zat een meer tussen Tanzania en de andere kant van het meer zat u, de Congo. Ja. Hè? Ja. Maar wat... En daar is het zo vredig. Ja. En bij jullie hadden ze oorlog. Ja. En dat kwam dan vooral door het geld en de macht en zo. Vooral van al de rijkdommen die in de grond zitten. Dat is eigenlijk, iedereen wil een stukje van de taart hebben. De mineralen, dat was goud, coltan, koper, zink. Ongelooflijk veel rijkdom in de grond. Maar de mensen kroeperen in de armoede eigenlijk. Ja. En dat is... Maar langzamerhand hebben ze de Afrikanen zelf, die hebben de diploma's gehaald. Ja, En toen zij zo ver waren, toen zijn wij teruggetrokken, hebben wij weer ander werk gedaan. Om hun de kans te geven. Want onze stichter, toen hij begon, waar jij het over gehad hebt, die zei, het echte werk gaat door de Afrikanen gebeuren. Ja. Jullie zijn pioniers. En geen toeristen. Missionarissen. Nee. En de eerste zusters en de paters, wat ze meegemaakt hebben... in de slavenhandel en zo.
We lezen er nu af. Ja, dat hebben jullie niet meer ingezeten, oh. De slavenhandel en zo. Nou, dat was toen eerste mensen wel. Onze eerste mensen wel, die begonnen zijn, die hebben heel wat mensen ook verlost uit de slavernij. En de Witte Paters ook zijn bevrijd uit de slavernij. Wij hadden een kok, Maria. Zij was bevrijd. Hè, die heb je ook gekend. Maria, ja. Oh, ze was zo trots om bij ons te werken, maar we hebben de paards klaargekregen toen met de handelaars dat ze die vrij kregen. 125 jaar vieren wij nu dat het geleden is dat de kardinaal zei, die slavenhandel is het ergste wat er met mensen gebeurt. Vanuit de kust van Zanzibar, ja. Hadden de slavenhandelaren, die hadden hun routes in het land van Tanzania. Maar wij waren hadden routes gemaakt in de binnenlanden naar de Broes toe, waar ze langs al de kleine dorpjes kwamen en de mensen pakten en de vrouwen pakten. Over diezelfde route zijn de eerste missionarissen te voet zo het land ingegaan. Op die achter die slavenhandelaars aan. Waar gingen die mensen naartoe? Naar andere landen of zo? Of naar die gingen naar Amerika. Die gingen naar die werden waar naar, de wereld mee bekend was. Ja, maar die kwamen eerst samen in een grote plek, op een bepaalde plek in Tanzania, in Ujiji, dicht waar ik ben geweest, bij het meer. Ja. En daar kwamen weer andere grote handelaren uit Arabische landen die die mensen opkochten. Arabieren, echte Arabieren die ze opkochten. En dan gingen ze naar Ghana en daar konden ze makkelijk de zee over. Naar Engeland en naar Amerika. Vreselijk. Ja. Zo'n hebben mensen onze eerste zusters, die hebben dat meegemaakt. Want echt. In de Jambo nog, tussen. En in Karima. Dat ze die mensen gezien hebben die... Ja. Echt zo meegenomen. En gemarteld en ook kinderen en vrouwen en zo. Ja. En dan was de kardinaal heel blij dat wij konden de vrouwen benaderen. Ja. Vooral met de Arabieren. Hè. Ja. Nee, dat is heel zwaar geweest. Ja, kan me voorstellen. Veel zwaarder dan nu. Nu is de tijd meer mentaal is het zwaar. Maar toen was het fysiek zwaar. Ja. Ze hadden weinig te eten. Ik weet nog onze Martina, dat was de oude zuster waar wij toen mee leefden. Als zij malaria had, dan weet ik nog, dan dronken ze petroleum. Dat was het enige wat ze had en ze zegt, het wijkte nog ook. Jeze. Ja, die waren waren sterk, hè. Onze eerste zusters. Ja, wel sterk, maar vraag niet hoeveel er overleden zijn. Ik weet nog, toen ik aankwam in Moba, ik ben toen naar Mpala gegaan en nog Lusaka. En toen namen ze mij in de kerk lagen al de eerste missionaris. En zag je 27 jaar, 25 jaar, 30 jaar. Je weet nooit hoe het afloopt. Hè? Op heel veel plekken, grotere plekken in Tanzania, Tabora en Dar es Salaam. En daar liggen overal op de kerk over jonge missionaris, inderdaad, zoals jij zegt. Die onderweg bezweken. Ja. En dan zeiden ze van de mangobomen die wij allemaal hadden. Dan zeiden ze, dan kun je op een lijn volgen de mangobomen die helemaal gingen van Zanzibar over Tanzania en de kust in. En dan, daar waren de slaven. En die mangopitten, die zijn daar gevallen. Ja. En daar hebben we nou hele mooie mangobomen. Maar dat zijn de verhalen van de slaven die zo verhandeld werden. Ik heb nou nog een andere vraag aan jullie. En ik begin met, zuster Willemien. Wat heeft het u nou opgeleverd? Dat u daar bent geweest, voor uzelf. Nou dat u eigenlijk hier als bejaarde dame zit, om het zo maar te zeggen, hè? Toch ook een hoop gevormd en een hoop mee moet dragen. Ja. Een verdriet, ellende, ook mooie dingen. Mooie dingen. Wat heeft het nou opgeleverd? Een zekere verrijking. Een verrijking dat je de dingen, wat ruimer ziet, de mensen waar je nou mee te maken hebt. Je probeert een beetje de achtergronden te ontdekken. Hun zijn op dit moment hier in deze wereld. Mm-hmm. De mensen die ik nu ontmoet in mijn werk, of in mijn werk, in mijn vrijwilligerswerk, op Lidwina of in de zieken of zo. Een verrijking naar een ruimer wereldbeeld. Ja. Minder oordelend. Ja. Oh, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. Zeker. Ja. En ook dat die gastvrijheid die we daar altijd hebben ervaren, dat tijd maken voor de ander, dat stond toch eigenlijk altijd bovenaan bij de Afrikanen. Tijd hebben, altijd tijd. Het andere begrip van tijd. Nooit ongelegen. U werd nooit gezegd van, nou nee. Nee. Altijd,
Ze waren blij dat je kwam. We hebben een boek, Afrika, een zegel op mijn hart. Mm. En dat is zo sterk dat dat in ons zit. Mm. En je hebt niet, als je nou zo'n vraag stelt, dat is waar, dan weet je niet zo goed wat je moet antwoorden. Mm. Maar je staat heel anders in de wereld, in de maatschappij. Nu, omdat wij dit beleefd hebben. Ja. Echt waar. Ja. Wat je zegt, niet oordelend en begrip hebben voor het verschil in mensen. Ja. Hun cultuur. Ja. Je hebt een andere cultuur leren kennen. Een ander tijdsbegrip, een ander geschiedenis. Zij leven altijd vanuit het verleden. Wij willen naar morgen toe. Je leert zoveel van elkaar. Ja. Ja. En ook wat is het goede, de mooie dingen die je bij mensen ontdekt. Je kunt ook in het leven staan dat alles is verkeerd. En die klaagt en die tussen. En die is ziek. En dit en dat. Ja. Maar je kunt er ook proberen om een beetje positief. Het beste van te maken. Het beste van te maken en de positieve dingen te ontdekken. Want die liggen niet zomaar voor het oprapen. Nee. Ja. Het grote verschil voor mij is dan ook hier altijd ik gericht. Ik wil dit doen en ik wil dat. Terwijl een Afrikaan alleen bestaat niet. Nee. Je bestaat niet als mens. De gemeenschap is zo sterk. Misschien hebben zij te veel gemeenschap en wij te veel individualisme. Ja. We kunnen zoveel van elkaar leren als je een beetje relatie wordt wat je zegt. Relatie is heel, heel voornaam. Zijn waar vreugde is, waar verdriet is. Bijvoorbeeld als er iemand gestorven is. Ja. Je kunt niet net als hen daar 3 dagen blijven zitten om te praten en te zingen. En maar dat je er toch naartoe gaat, een uurtje, dat je daar ook gaat zitten, dan ben je er geweest. Ja. Weet je? Ja. Dat is, en ook met feesten, als je uitgenodigd wordt, dan moet je er ook naartoe gaan. Er is een trouwerij en bijvoorbeeld een van mijn catechisten, en die trouwden, krijgen een uitnodiging. Nou, dan zijn ze heel blij dat je dat aanneemt en dat je er bent. Ook al kun je er niet zo lang zitten net als de anderen, omdat ze weten ook wel dat we ander werk hebben en verplichtingen hebben. Ja. Maar je bent er. En dat is. En ook als ze aan de deur komen, hoe je ze ontvangt. Hoe je mensen ontvangt. Je moet niet vragen, wat wil je? Omdat ik er niet. Waarom kom je? Nee, gewoon of binnen laten, mooi bij gaan zitten en dan beginnen. En ze beginnen ook met kleine zinnetjes, vragen te stellen. Ze beginnen nooit meteen met hun eigen probleem. Nee. Ze vragen eerst, hoe gaat het met mij? Heb ik het druk gehad of wat ik gedaan heb en zo. En dan komt, komt hun verhaal, dan moet je naar hen luisteren. Dat is heel, Maar wat mijn vraag nou is, want u heeft natuurlijk wel een heel heftige tijd aan meegemaakt. Maar wat heeft het u nou opgeleverd? Ik zie toch met heel veel dankbaarheid op de tijd terug dat ik er geweest ben. Ik heb er nooit spijt van gehad om weer terug te gaan. Ook al zijn we 1 keer hebben moeten vluchten, dan ben ik naar Nederland. De aartsbisschop was vermoord, mijn pastoor is vermoord waar ik mee werkte. En ik heb kunnen ontkomen. Ik ben geweest in Nederland, maar na 3 maanden was ik weer terug. Ik zeg, mijn plaats is daar. Mijn leven is niet meer waard als die van de mensen. Ik heb mijn leven gegeven voor Afrika. Ik wil terug. En ik ben weer teruggegaan, ondanks dat er nog geen vrede was. En er is nog steeds geen vrede. Maar die vriendschap met die mensen, weet je, dat lief en leed wat we gedeeld hebben in al die jaren, dat kun je niet wegwissen. Echt niet. Echt niet. Nee. Ik heb heel veel geleerd, heel veel ontvangen. En soms zeg ik wel, het is dankzij de mensen dat ik gebleven ben. Ja. En dat vertrouwen toch, er zullen betere tijden komen. Het waren ook hele gelovige mensen in de streek waar ik zat. En die zeiden dan, ons lieve Heer zal het laatste woord hebben. Er zullen andere tijden komen. Als wij bleven, en dan waren de mensen rustig. Beginnen wij te lopen, dan begonnen hen ook te vluchten. Paniek. Ook paniekerig. En daarom, de bisschop die vermoord is, zei altijd zelf, niet gaan lopen, niet gaan lopen, blijf ter plaatse. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Maar hij zelf heeft het wel met zijn leven moeten bekopen. Ja. En heel veel mensen natuurlijk. Maar als ik het over moest doen, ik zou het doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou het weer doen. Echt waar. Wat ik beleefd heb, kan niemand. U ook, niemand. Je doet niemand, het op een andere manier, maar je doet het wel weer. Nee, zeker. Want nou zijn jullie hier weer in Boksel. En dan is dit stuk is klaar, hè, voor jullie, want jullie gaan niet meer terug. Nee, maar dat lijkt me dan wel heel. Ja, dan nemen ze niet meer van je af, maar dan is er geen heimwee. Nou, de laatste reis om terug te gaan was wel de moeilijkste reis die ik ooit gemaakt heb. Als ik op vakantie kwam,
dan wist ik, ik ga weer terug. Ja. Ja. En dan moest ik afscheid nemen van de mensen en ik dacht, ik zal ze nooit, nooit meer zien. Ja. En dat was heel, heel moeilijk. En nu? Het doet me nou net even denken, als je zegt, wat heeft je dat gedaan? Nou kom ik... Ik was terug in Nederland, de eerste keer, zou ik maar zeggen. Nou, dat is eind 60 geweest. En het hele gekke, ik weet nog mijn familie. Ik zat in Amersfoort om op iemand van mijn familie te wachten. Want ik kwam uit de trein. En ik zat daar gewoon op een bank en daar zat naast mij een Turk. Voor mij was dat zo natuurlijk. Zo natuurlijk. Nu is het misschien anders, maar... Nou is het anders. Ja. Nou is het anders, want er zijn al veel Turken en er zijn Arabieren en er zijn alle soorten. Maar ik weet uit mijn familie dat ik daar zomaar naast een Turk zat. En ik denk, ergens heb je dingen meegekregen. Ja. Dat alle mensen en alle geloven, wie je ook bent, het maakt niet uit, je bent mens. Ook tijd. Wij hebben nooit geen tijd. En het is zo'n begrip voor de Afrikanen. Als je er bent, dan ben je er. En het leven is een gave voor hun. Het is ook een opgave, natuurlijk voor ons ook. Maar ik leef. Ja, en ik ken die Johnny die elke dag, een jongen van 19 jaar, met de karanka, hoe noem je dat? De orinootjes, staat hij aan de weg. En ik denk, Johnny, en hij was gehandicapt en hij was een polio. En hij zat daar elke dag. En dan zei ik, hoe gaat het? En dan zegt hij, ik leef. Mama, ik was mama. We zijn een soort moeders voor hem. Ja. Ik leef. Ja, prachtig. En dat zal ik niet vergeten. Ik denk, je komt in Nederland, wie vertelt je dat? Dat je zegt, ik ben opgestaan. Ik ben weer opgestaan, zegt hij, ik leef. Dat doet je iets, hè? Ja, mooi. Heel mooi. Als je hier nog Afrikanen ziet of ontmoet, dan is er hier bij mij ook iets wat... Meteen, die zien we, die zien, daar loopt een Afrikaan, daar loopt een zwart een vreemdeling. Die vallen ons op, terwijl andere mensen denken, die zien ze misschien niet lopen. Maar ik heb ik altijd de neiging om er eventjes contact mee te maken. Als en doet u dat dan? Ja. Ik ook, in de trein ook. Ja? In de trein ook. Op station eens een keer. En je moet eens kijken hoe beleefd. Ja, we gaan daarna zitten, niet daar, maar gaan daar naartoe. En dan zoek je ze aan. Is dit van de Witte Zusters, dit kruis? Dit is, want ja, die het is uniek om, voor een Witte Zus. Alleen Witte Zusters dragen dit. Oké. Okay. Dat is het kruis, dat hoort. En als je naar het kerkhof gaat, dan zie je dezelfde kruisen, maar onze zussen liggen begraven hier in Münster. Ja. Precies dezelfde vorm. Iedereen heeft hetzelfde kruis. Het was niet het kruis vanaf het begin. Daar staat een korpus op. Nou zie ik, dan ga ik even heel iets anders, want ik sta even op. Ik vind dit zo mooi. Wat is zo mooi? Vertel eens. Ja, we zitten hier op tafel. Ja, ja. Als we op reis waren, hadden we een zwarte mantel en een zwarte sluier. Oké. Okay. En als jullie daar waren, waren jullie helemaal in het wit? Wit. Helemaal in het wit. Ja. Helemaal in het wit. En dan was, dit hadden we net over, dit was het kruis zoals het vroeger was bij jullie, hè? Zo was het kruis vroeger. Nou hebben wij een kruis zonder corpus, maar we hadden wel het rode koord, want... Je moet zelfs bereid zijn om je bloed te geven als het nodig is. En een scapulier, dat hadden ze vroeger ook. Hè? Was het niet warm? We gingen zo binnen, ja, de armen in de... Wel een lichter materiaal, stof. Jawel, maar toch die katoen. Ook katoen. Ja, dit was wel even strak. Daar moest je wel aan wennen, vond ik. Maar die gemp daar. Eigenlijk heeft de kardinaal dat gekozen omdat we een beetje gelijken op de vrouwen in Noord-Afrika die gesluit waren. Precies. Ik heb een foto waar ik op sta met Arabische vrouwen en je kunt me er bijna niet uit herkennen. Nee? Nee. Wij hadden inderdaad ook een Franse adopteren. En hier ook voor de ogen, alleen de ogen waren een beetje vrij. Ja. En voor de rest was allemaal sluier en wit. Maar die sluiers hadden jullie eigenlijk altijd op. En dan zag ik dan ook nog zo'n hoe zeg je dat, zo'n mutje of zo'n kap, hè? Ja, een gemp eraan zitten, ja. Want dan mocht eigenlijk de haren mochten dan niet gezien worden. Nee, de haren moesten weg. Ik weet nog, na de professie, toen we uit de kapel kwamen en vader en moeder mochten groeten, toen zei oh mem, ik geloof dat ik nooit meer kan lachen, nog eten. Zo stijf vond ik gezicht. Ja, dat was nieuw, hè? Dat moest even rekken natuurlijk, maar het was wel vreemd. Want het was vreemd. Ja. Vroeger was dat zo als je echt koos voor het kloosterleven. Ja.
Ja. Daarom was ik daar ook niet voor. Nee, dit is toch wel heel bijzonder geweest. Hè? Ja, vroeger kon je niet naar Afrika als je geen zuster was. Nee, oké. Okay. Nu zijn er lekenbewegingen en zo. Ja. 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 Ik denk dat we ook wel mogen zeggen dat na het Vaticaanse Concilie is er toch wel een hele openheid gekomen, hoor. Ja. Ook wat betreft het religieuze leven. Ja. En de kleren die zijn toen ook allemaal een beetje veranderd. Ja. We mochten onze eigen doopnamen weer terugnemen. Ja. He, dat is toch wel ten goede geweest voor ons. Ja, fijn. Dit hebben we maar korte tijd meegemaakt. Oké. Okay. Dit. Onze ouders dus niet, maar wij wel. Wij hebben dit maar korte tijd gedaan. Dat 68 was dan. 68 is dat. Ja, nou, toen kregen we een grijze jurk. Nog wel een sluier, maar... Ja, maar heel kleintje, een kleintje eigenlijk. Ja. Ik ben er helemaal onder de indruk van jullie. Ik zei al, van, ik vind jullie stoere vrouwen. Ja, ik vind het wel zoveel lef hebben. Ja, maar ja... En ik heb zoveel respect voor jullie, dat jullie dat hebben gedaan. Ten eerste, ik bedoel, toen ik jong meisje was, heb ik er nog nooit over nagedacht om zelfs de missie in te gaan. Hè? Terwijl wij ook opgevoed werden van eet je bordjes leeg van de kindertjes in Afrika, die hebben niks. Ja. Ja. Maar daarom vind ik het zo knap dat jullie dat in die tijd toch gedaan hebben. We zijn nog missionaris, we blijven missionaris. Ja, maar op een andere manier, naar elkaar toe en naar haar vader en iedere dag wat er op onze weg komt. En openstaan voor de wereld van nu. Het nu is belangrijk. Ja, heel mooi. Ja, het nu is belangrijk. Dus maar dankbaar voor wat ik heb mogen beleven en waar ik geweest ben. En, nee, daar heb ik nooit geen spijt van gehad, nooit. Nee. Ik wil jullie bedanken voor dit mooie gesprek. En jullie bedanken. Het is echt een roeping. Het is echt een roeping. Dankjewel.